Hallo collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag laat ik jullie zien hoe je een OneNote Escape Room toevoegt aan jouw klassenteam. In een eerder filmpje heb ik jullie laten zien hoe je die OneNote Escape Room maakt. Dus als je dat nog niet hebt gezien, ga daar eerst even naar kijken en kom dan weer terug naar deze video. Als je dat wel hebt gezien, welkom. Zoals je ziet zitten we in onze klassenapp 1B. Van vorig jaar nog, maar doet het net zo goed. En gaan wij een privékanaal toevoegen. Dit raad ik aan, hoeft niet. Maar dan kun je op de dag zelf namelijk de studenten toevoegen. Want anders vinden ze het spannend klinken zo'n escape room. En gaan ze hem vaak zelf al doen. Zeg ik uit ervaring. Dus zo blijft het nog even een verrassing. Dus je maakt een kanaal aangenaamd escape room. Die maak je privé. En op de dag zelf kun je daar de studenten aan toevoegen, zodat ze er ook bij kunnen. Dit zijn onze studenten. Als er eventueel docenten zijn die dit ook begeleiden, kun je die ook nog toevoegen. Maar laten we zeggen dat alleen ik dit nu met hen doe. Dan hebben we ons privékanaal Escape Room. Nou hebben we onze Escape Room in OneNote gemaakt. En dan is het heel verleidelijk om hier op plus te drukken en een tabblad toe te voegen direct uit OneNote. Dat kan. En dan kun je ook je escape room daar neerzetten. Maar, omdat je het escape room in je eigen privé OneNote hebt gemaakt, moet je dan per e-mail toestemming verlenen aan iedereen die erin wil. Heb je dus een klas van 30, overspoelt je inbox. En dat is alles behalve ideaal. Dus wij gaan een website toevoegen. Want wij gaan namelijk, ik zal hem alvast escape room noemen. Wij gaan namelijk onze escape room die wij eerder hebben gemaakt, gaan wij delen. Dus hier staat share, anders staat er delen. Daar moet je even over nadenken. En dan zeggen we, even kijken, mensen binnen onze organisatie met de link. Die kunnen hier gebruik van maken. Ik ga ze niet laten editen, want dan kunnen ze alles bewerken en dat willen we niet. Dan zeggen we apply. En dan doen we copy link. Oftewel link kopiëren. En die plakken we in die URL waarom gevraagd wordt bij een website. Deze zet ik uit, gewoon omdat ze anders daarop gaan klikken. En stel je verwijdert een escape room omdat er een foutje in staat. Dan gaan ze op een lege link klikken, dat is vervelend. Dus ik doe gewoon zo. Dan moeten de studenten misschien één keer inloggen. Ik ga dat ook doen. En hier kunnen ze dus inderdaad zien, hey, de eerste vraag, hoe heet het programma waar jij online lessen in volgt? Kamer 1. Is het wachtwoord beveiligd? Klik op enter. Zeggen we Teams. Oké, en nu kunnen ze door naar de volgende. Om in kamer 2 te komen moet je weten wat de hoofdstad van Engeland is. Kamer 2. Klik. Londen. Oké. En zo kunnen ze door tot aan de finish die je neer hebt gezet. Dit is hoe je een escape room in je klas toevoegt. Je kunt het inzetten voor welk onderwerp dan ook. Ik zie dat ik escape room verkeerd heb getypt. Vet leuk. En dan veel plezier ermee. Succes. Laat ons weten hoe je het vindt.